lang zou je ze leven. Toen is het gebeurd. We gaan aan het boord. Oh, oh. We gaan aan het boord. Oh, oh, oh. We gaan aan het boord. Oh, oh. Aan het boord. Met de muziek. Op de algemene begraafplaats nabij Kapel in het Zand, in de Roermondse volksmond ook wel de Nijkerkhof genoemd, werden wij rondgeleid door John Vaassen, die een boek schreef, Dood maar niet vergeten, dat op 16 oktober zal verschijnen vanuit de Oranjerie in Roermond. De spreuk Dood maar niet vergeten komt op veel stenen op begraafplaatsen voor. Ik meen op deze begraafplaats op een viertal stenen. En het wil eigenlijk zeggen dat de mensen die lang geleden gestorven zijn, toch ook het verdienen om aan de vergetelheid ontrukt te worden. En zodoende toch ook blijvend in de belangstelling te staan. 3 jaar geleden bent u aan het boek begonnen. Wat was de belangrijkste reden om dit boek te schrijven? Dat moet ik even corrigeren. Ik ben weliswaar 3 jaar geleden begonnen met het documenteren van verschillende graven. Maar het was in eerste instantie niet de bedoeling, en dat wil ik echt benadrukken, om een boek te gaan schrijven. De bedoeling was dat ik een handleiding wilde schrijven voor mijn collega rondleiders. Want ik doe dit werk niet alleen. Wij doen dat met nog meer rondleiders op deze begraafplaats. Om zodoende een document te maken waarin alle graven die wij tijdens de rondleidingen bezoeken beschreven staan. En dit document dan ook ter beschikking van de Stichting Oude Kerkhof te stellen. Naar de hand zijn er diverse mensen geweest die gezegd hebben van, het is misschien wel leuk om dit onderzoek, ook aan een breder publiek beschikbaar te stellen. En dat betekende dus dat ik moest gaan publiceren. Daar moest ik even over nadenken. Uiteindelijk is het Maurice Hemels geweest, een funerair historicus, die mij over de streep getrokken heeft. En toen ben ik echt in de richting gaan schrijven van een boek. En daar heb ik dus inderdaad alles bij elkaar 3 jaar over gedaan. Doelstelling van de Stichting Oude Kerkhof was in eerste instantie het behoud van deze mooie begraafplaats. En waar we ons nu vooral op richten is promotie, we verzorgen rondleidingen en we begeleiden restauraties van graven. Hoeveel graven zijn er in het boek beschreven? Precies weet ik het niet, maar het zijn er in ieder geval meer als 300. En daaraan zijn ook ruim 600 personen gekoppeld. Mogen we op uniek fotomateriaal rekenen? Ik denk van wel. Het fotomateriaal is niet alleen afkomstig uit het gemeentearchief van Roermond of uit andere archieven, maar voornamelijk uit persoonlijke archieven van mensen die familie op deze begraafplaats hier hebben liggen en zo vriendelijk waren op mijn verzoek, maar ook uit eigen beweging mij heel veel beeldmateriaal ter beschikking te stellen. En dat is wel bijzonder te noemen. Dit is de tweede uitgave van de Stichting Oude Kerkhof. De eerste uitgave heeft 5 jaar geleden plaatsgevonden. Maar dat ging over een boek wat hoofdzakelijk de structuur van de begraafplaats inhield en de geschiedenis ervan. En deze uitgave gaat eigenlijk praktisch alleen maar over mensen. Dus ook degenen die het eerste boek al in hun bezit hebben, kunnen we nu zeggen, toch weer kopen? Zonder meer, omdat het een totaal verschillende uitgave is die de begraafplaats op een heel andere manier benadert. Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven. We hebben een aantal sponsors kunnen vinden die ons in staat hebben gesteld om dat zelf te doen. Wanneer is de presentatie van het boek? De presentatie van het boek vindt plaats op 16 oktober om 2 uur in de Oranjerie in Roermond. En het eerste exemplaar, wie mag dat in ontvangst gaan nemen? Ja, dat bieden we aan de belangrijkste sponsor aan. Dat was de gemeente Roermond, dus de wethouder met de monumentenportefeuille, Jos van Rij, die krijgt als eerste het boek aangeboden. Als ik zeg het Roermondse Père Lachaise, wat zegt u dan? Daar ben ik het grotendeels mee eens. Het is een prachtige begraafplaats, dat is die van Parijs uiteraard ook. In afmeting is deze uiteraard kleiner, maar qua intensiteit kan ze best mee met een van de mooiste begraafplaatsen van Europa. De Bisschoppenkapel biedt op termijn plaats voor 27 bisschoppen die hier op volgorde van aantreden hun laatste rustplaats hebben gekregen, waaronder de monseigneurs Paradis, Boermans, Lemmens en Beel. Monseigneur Gijzen en monseigneur Wiertz zijn dus de eerstvolgende waar reeds een plaats voor is gereserveerd. John Vaassen en zijn collega's zijn graag bereid u hier een rondleiding te geven, hetgeen ik u van harte kan aanbevelen.
de deuze moed.